Om de samenwerking tussen Suriname en Frankrijk verder uit te diepen, is de Franse minister van Justitie, Eric Dupond-Moretti, op bezoek in Suriname. Samen met de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, heeft Dupond-Moretti twee samenwerkingsdocumenten ondertekend. Het gaat om het wederzijds recht in strafzaken, terwijl er ook op het gebied van onderwijs, volksgezondheid en economie samen zal worden gewerkt. Het is volgens Ramdin belangrijk dat de samenwerking tussen de beide landen vriendschappelijk blijft. En we hebben ook een uitstekende relatie, maar dat als er issues zijn, dat we dat op deze manier via diplomatieke kanalen verder in orde maken. Wat ik wil aangeven is dat in de relatie met Frankrijk we een opleving zien in de betrokkenheid tussen de beide gebieden. We zien ook de ondersteuning welke Frankrijk heeft gegeven aan Suriname in het IMF, maar ook bij de Paris Club over onderhandelingen. Dat zijn vriendschappelijke daden, maar ook die enorm belangrijk zijn voor onze ontwikkeling, voor ons herstel op dit moment. Wij stellen dat zeer op prijs en het is lange tijd geleden dat de minister van Justitie richting Suriname is gekomen, maar dat is onderdeel van de erkenning die er is wereldwijd en regionaal voor de samenwerking tussen de beide landen. Minister Amoksi legde uit dat de samenwerking met Frankrijk heel erg belangrijk is, vooral vanwege het groot aantal Surinamers dat in Frans-Guyana woont en werkt. En ook de grensrivier die we hebben, de mensen, onze mensen wonen en werken aan beide zijden van de grens. Zij zien geen grenzen, maar natuurlijk het is een politiek gegeven dat er grenzen zijn. Het is een staatrechtelijk gegeven dat er grenzen zijn. Dus daarmee moeten we zodanig onze samenwerking formaliseren, in elkaar zetten. Dat we niemand tekort doen. Maar dat we ook natuurlijk rekening houden met veiligheidsissues. Zoals drugsmokkel, wapensmokkel, mensenhandel. Natuurlijk ook het gebruik van kwik bij in de grensrivier. Na de ondertekeningsceremonie heeft de Franse minister een officieel bezoek gebracht aan president Santokki.